Rob Jette is vandaag gekozen tot fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Jette vervangt de vertrekkende Alexander Pechtold. We spraken met fractievoorzitter van D66 Leeuwarden, Julie Bruinings en vroegen haar wat zij van het vertrek van Pechtold en de aanstelling van Jette vindt. Afgelopen zaterdag is Alexander Alexander Pechtold opgestapt. Kan dat voor jou als een verrassing? Ja. Het was uh, geen verrassing dat hij eerder zou opstappen. Dat had ik echt wel verwacht na zoveel jaar in de Kamer. Maar dat hij dat op dit moment zou doen, dat had ik niet zien aankomen. En wat ga je het meest missen aan Alexander Pechtel? Nou, hij was de absolute kampioen campagne voeren. Als je achter hem aanliep om te flyeren, moest je geen hakken aan. Hij gaat als een. Uh... Warm mes door de boter uh, door kruister die de nieuws om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Er uh, is ook een filmpje van op YouTube. Nou, hij kan echt fantastisch flyer en campagne voeren. En nu is Rob Jetten, is nu uh, gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter. Wat vind je van die keuze? Ja, uh, ambitieus. Het is een, uh, een jonge, talentvolle uh, politicus. Na anderhalf jaar zit hij nu in de Kamer. Doet hij hartstikke goed. Hij heeft grote, zware dossiers. Hij heeft heel veel ervaring in de gemeenteraad. Um, dus ik denk dat het een hele goede keuze is. Ken, de, ken je Rob Jetten ook? Nee, nee, behalve dat ik hem een keer hier in Leeuwarden op het congres de hand heb geschud, uh, ken ik hem persoonlijk niet. En hij is nu nog geen partijleider, uh, maar dat lijkt me wel een logische vervolgstap. Wat denk jij daarover? Ja, dat zou heel goed kunnen, want er komen nu in het voorjaar twee campagnes aan. Natuurlijk, eerst voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer en daarna voor het Europese Parlement. Het is wel gelijk een moment dat je veel ervaring ook weer opdoet op een andere, uh, andere manier. Um, en het zou gek zijn als je zo jong, zo talentvol bent, dat je dan over drie jaar weer plaats moet maken voor iemand anders. Dat kan ik me ook niet echt voorstellen. En Rob is natuurlijk hartstikke jong, zodat we hebben meegespeeld in de keuze voor hem. Nou, ik denk dat leeftijd alleen kan natuurlijk nooit een, uh, een criterium zijn. Maar... Um, D66 is ook wel echt een studentenpartij en een partij waar veel jongeren op stemmen. Um, en dan is een jongere leider, in dit geval fractievoorzitter, is wel heel verstandig om uh, de studenten en uh, de jongere ondernemers en die specifieke groepen aan te uh, spreken. En wat denk je dat de leeuwarden van vinden? Want uh, heeft het betrekking nog op Leeuwarden, hoe het anders gaat worden? Nee. De, nou, kijk, wat ik hoop, uh, Rob Jette heeft ook gewerkt bij ProRail als uh, sectormanager. En hij heeft zeven jaar lang uh, gebeteraadslid geweest. Dus hij weet hoe het werkt, lokale politiek. En D66 Leeuwarden wil al heel lang een uh, sporttunnel onder de Schrand. In ieder geval een ongelijk vloerse kruising. En daarbij hebben we geld nodig van de provincie, van het Rijk, van ProRail. Dus het zou toch mooi zijn als zijn eerste officiële bezoek aan Leeuwarden uh, daar is. Zodat we hem kunnen laten zien wat voor problemen we daar hebben. En wellicht dat hij dan wat voor ons kan doen in Den Haag. Vandaag was de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de blokkeervriezen. Er stonden net zoals gisteren mensen die de blokkeervriezen steunen. Deze zaak wordt donderdag weer hervat. Dan komen de benadeelde partijen aan het woord. Tussen 8 en 14 december wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden vanaf maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 12 uur s'nachts. Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om grondpersoneel en vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. 24-7 inzetbaar zijn, waar dan ook de wereld. Dit kan tot overlast zorgen in Leeuwarden en omgeving. Gisteravond kregen acht fietsers een boete voor het rijden zonder licht. Ook een automobilist kreeg een boete omdat zijn aanhanger geen verlichting had. De tijd van waarschuwen is voorbij, meldt de politie Leeuwarden op Twitter. <totstuk>